Goedemorgen jongens en meisjes. We gaan vandaag weer met veilig leren lezen werken. En jullie hebben daarvoor wat instructie nodig. En dat ga ik jullie laten zien. We zitten bij dag 10. En we gaan vandaag beginnen met woorden oefenen. Doe in de klas ook wel eens, hè? Nou, het zijn lastige woorden. Je hoort de e aan het eind, maar je ziet de e. Dus dat is heel lastig. Daar gaan we. Welke? Welk? Wolk? Wolken? Wolven? Nu jullie. Heel goed, gaan we naar blad 2. Hé, kijk, hier is, er staat een de, maar je hoort de t. Komt ie. Wind, win, winst, minst, minste. Doe maar mee. En de laatste, hier maken we het woordje langer. We hebben 2 wanten. 1 wand, kant, kantel, mantel. Je schrijft de e, maar je hoort de e. Lees maar. Heel goed, jongens en meiden. Wat ik nu laat zien aan jullie, dat is, als het goed is, hebben jullie daar ook een heel mooi blad van gekregen. Jullie hebben een blad met allemaal steunkaarten. En daar staat deze steunkaart ook op. En dat is de steunkaart van de kleefletters. En waarom noemen we dat nou kleefletters? Je ziet hier ook al lijnpotjes. Omdat de 2 laatste letters, die moet je wel naast elkaar schrijven. Maar als je het woordje leest, dan hoor je er eigenlijk een letter tussen. Jullie hebben al heel vaak de woordjes gelezen, maar hebben ze nog nooit geschreven. Ik ga ze voor jullie voorlezen en dan hoor je het vanzelf. Wolf, volg, melk, helm, tulp. Je hoort iedere keer naar de l, hoor je de letter e, alleen je schrijft hem niet. Precies hetzelfde bij de letter r. Luister maar. Korf. Berg, hark, warm, dorp, doren. Je hoort de e ertussen, maar schrijf hem straks niet op, want ze zitten aan elkaar geplakt, dus dat kan niet. Pak maar pen en papier en dan gaan we even proberen om een paar woordjes op te schrijven. Als je nog even moet zoeken, zet je even op pauze, dan kun je straks met ons meeschrijven. Het eerste woordje. Vandaag help ik papa. Schrijf op het woordje help. Nummertje 2. Ik heb het heel erg warm. Schrijf op het woordje warm. Nummertje 3. Mijn zus wordt 11 jaar. Schrijf op het woordje 11. Heel goed. Gaan we naar nummertje 4. Een harp is een mooi instrument. Schrijf op het woordje harp. En als laatste. Soms zit de zon achter een wolk. Schrijf op het woordje wolk. En als je het goed hebt gedaan, heb je meer woorden gehoord dan dat je opgeschreven hebt. We gaan eens kijken. Woordje nummer 1. Help. Je ziet, je hoort de e, maar je schrijft ze aan elkaar. Worm. Precies hetzelfde. Je hoort de e ertussen, maar je mag hem echt niet opschrijven. 11. Met de harde f, want die staat altijd achteraan, hè? Harp. Daar hoor je ook heel goed de e, maar je schrijft hem niet. En als laatste, wolk. Hadden jullie ze allemaal goed? Goed meegedaan, jongens en meiden.
En dan gaan we nog even kijken naar de werkbladen die we vandaag gaan doen. We gaan ze natuurlijk ook schrijven, want daarvan hadden we het een beetje geleerd, hè? Je ziet hier 6 plaatjes van een palm, een wolf, een kerk, een golf, een jurk en een helm. Nu ga je kijken welk woordje eindigt op rk, welk woordje eindigt op lf en welk woordje eindigt op lm. En die zet je in het goede rijtje. We doen er even eentje voor. Dit is een palm, eindigt op de h en de m, dus die schrijf je in dit rijtje. Nou, dat snappen jullie wel, hè? En onderaan ga je kijken wat je in moet vullen. Gaan we naar bladzijde 20. Dat is een bladzijde waar je weer heel goed moet lezen. En waar het over gaat, het verhaaltje? Dat plaatje daarbij hoort, daar zet je een kruisje. En kijk goed over wie het gaat. Lees eerst het hele verhaaltje en kies dan welk plaatje erbij hoort. Nou, de zonkindjes hebben hetzelfde eerste blad. En bij het tweede blad bijna hetzelfde. Misschien een iets andere tekst. En dat was het. Wens ik jullie veel succes vandaag, jongens en meiden. En tot de volgende keer. Tot ziens!